Nou, ik ben Ruud Lentzen en ik ben een documentaire filmmaker. Ik ben nu bezig met een documentaire die heet Verstand op Nul. En dat wordt een verhaal over vier mensen met een licht verstandelijke beperking. En die volg ik door het dagelijks leven heen. Bijvoorbeeld de een is boodschappen aan het doen en kookt, voor de ander is heel zorgzaam. En de ander werkt als postbode en heeft een heel rijk sociaal leven. En door al die gewone dingen te laten zien, wil ik eigenlijk vertellen hoe krachtig die groep mensen zijn. Het maken van een film begint eigenlijk altijd met een eerste idee. Het gouden idee. Waar ga ik de film over maken? En als je dat hebt, dan is het belangrijk dat je er mensen bij zoekt die, waar je de film hoofdrolspelers, in een speelfilm, maar in een documentaire heb je ook altijd hoofdrolspelers. Willen die meewerken, ja of nee? En dan gaat een film altijd heel veel tijd kosten. Dus kun je dat doen puur als hobby of kun je daar financiering voor vinden om die film te maken? En dus daar gaat heel veel tijd in zitten om geld daarvoor te vinden. Zodat je er een mooie film van kan maken. En dan begint het echte werk. Dan ga je opnemen, een heleboel filmen, monteren. Ja, monteren is heel belangrijk, omdat je daar maak of kraak je het verhaal mee. Want de afhankelijkheid van zet je die scène vooraan of achteraan, dat is heel belangrijk. Maar het allermoeilijkste is eigenlijk om een soort spanning in een verhaal te krijgen. Want eigenlijk moet in het begin het verhaal wel interessant zijn, dat de kijker meteen gegrepen wordt. Maar dan moet er ook steeds langzaam naar iets toegewerkt worden, eigenlijk naar een soort climax. En dat is voor een documentaire, maar ook voor een speelfilm eigenlijk precies hetzelfde. Maar het is eigenlijk net puzzelen en op je gevoel afgaan en kijken of iets werkt. Zo'n documentaire maak je eigenlijk nooit alleen. Ik doe dan wel vrij veel zelf, bijvoorbeeld het camerawerk, de regie en een heleboel van de planning. Maar dat doe ik ook samen met de stichting. En jullie natuurlijk als beeldkracht zijn natuurlijk ook een paar keer mee geweest op locatie met filmen. Dus dat is ook een kennis van mij, die is componist, die gaat de muziek maken. En dat wordt heel belangrijk in deze film, omdat als de film een uur gaat duren, dan denk ik dat er gewoon driekwart van die tijd gevuld is. Toch gewoon met muziek, achtergrondmuziek, maar soms ook gewoon op vol volume. En ook de audio-nabewerking, dat gaat ook iemand doen. Dat is eigenlijk een stap, dus als je ruis hoort, of piepjes of kraakjes die ik zelf niet allemaal eruit kan krijgen. Een audio-nabewerker die houdt zich daarmee bezig. En dan krijg je een eindproduct en dat wordt dan verstandig, nou.